Tien Rennerskwartier, deelnemers finale EK, graag komen voor de voorstelling. Achtung, Farah Lager en de doorzager voor die teilnemer aan die finale EM 2000. Bitte komen Sie zum Band voor das voorstelling. Attentie, Horsthuis, wilt u de marsmuziek starten? De stichting Grasbaanraces Latrop heeft kennelijk iets met zijspannen. Want ook in 1995 hebben zij de finale van de Europese kampioenschappen voor zijspannen mogen organiseren. En in 1998 en 1990 de halve finales. Dat dit jaar de organisatie van de Europese finale aan Latrop is toegewezen, is dan ook geen toeval, maar meer een betoning van het vele en goede werk dat door de stichting en haar vele vrijwillige medewerkers in al die jaren is verricht. Latrop, en daarmee Lenekamp, heeft en krijgt hierdoor naamsbekendheid, zelfs internationaal. En dat is goed voor ons als gemeente. 2 weken geleden hadden de prijsruimers op deze prachtige accommodatie nog een concours. Dit weekend kan dit evenement plaatsvinden, mede door de goede samenwerking van de ruimtevereniging met de Stichting Grasbaanraces. De vele vrijwilligers hebben dit terrein in 2 weken tijd opgebouwd tot wat we nu gerust een motorsportcentrum mogen noemen.
een geweldige prestatie. Voor de veiligheid is extra aandacht besteed aan de warming, zo is mijn gegeven. Voor u toeschouwers wordt voor uw eigen veiligheid verwacht dat u de aanwijzingen van de organisatie opvolgt. Coureurs, officials en organisatie, ik wens u allen heel veel succes vandaag. En u, toeschouwers, wens ik op deze prachtige zomerse dag heel veel tijd. Dank u. Dank u wel, mevrouw Snijders. Dan bedoel ik de deur van de veiligheidstechniek het Nederlands Volkslied te starten. Yeah.
Harry Rens. Van combinatie nummer 37. Hij is 34 in als jongen, zij 31. Hij is een vuur in als jongen, zij is 10 van over. Maar ze is nu weer helemaal bij de hadden vooromstelling. Verrassing, waren ze in Gorderdijk. Ricky Buijs en Aleka Jussen. En dan de man die Marco Glorius in de nationale competitie heel moeilijk maakt. Ze zijn alle twee 23 jaar. Ze zijn 3 jaar bezig met de motorsport. Ze worden gesteund door Koos Blokkers Motoren en nog veel meer. William Matthijssen en Erwin Moers. Dat zijn de supporters. En dan hebben we de oudste deelnemer van vandaag. En een van de jongste bakkenisten. Hij is hier een dag start voor mij. Heel veel voorgeluk in dat jongen. William zijn vader. Henk Matthijssen en Hessel Rauwema. En dan de verrassing van vorige week. In Nelson was hij gaat het flinken. Hij is toch iedere week bezig in de tijd van sport. Hij is 20 jaar jong. Hij is timmerman van progressie. Zijn bakker is 22. Hij is monteur. Mark Hetz en Rudolf Mellen. Ja, dames en heren. Dit is de actie van vandaag. Deze mannen die moeten gaan doen. Hier in de liefde. Ik wens u heel veel plezier bij de EK's finale. Zij staan hier op het circuit de Van Boer en Lapper. Ja, de leuk is het. We zien hier de mannen van wat op staan. Nou, de kant is af, hè. Komt ie, hoor. Ja. Ja, ik jongens, hè. Dan is echt een Europese kampioen op het begin van de middag van worden geroepen. Anders, de
gaan naar Thomas Koener, Herman Bakker, Marco Gloria in de tweede, derde Kyle Vander en de buitenbrand. Meldtijd van heeft er Henny Engel. 83,38 per uur. Okay.
herhaling. Otto de Jong, Jim Groen. Dan. De 16. Tweede plaats, volgende week dus ook gewonnen in Heterum. Onze Gerard Kok op de derde stekker. Morgen, 4 en toe, kan een 5 en 3 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 en 3
Bruisema. Uitzorglied. De winnaar 7 punten. 34. Dat is ook een finale zonder punten. In de eerste serie, de 23. Van Jo Dijkstra uit De Wild. De 3 van Wouter Bron in de toppers uit Bakkeveen. De 6 Jochem de Vries, GMB-voorzitter, etc. Sylvester Harkema de 14, een man voor de kerstdagen. De nummer 5, ook binnen dit jaar, oud-kampioen van Nederland, René van der Wallen. De 11 Jetse Balkema uit Jouren, een coureur die al 30 jaar rijdt. De 7 Andries Hooman ter Wispel, ook al een kampioen. 91 Bert Dijkstra de Vechter. 12 Gerrit Veenstra, dubbelkampioen van Nederland. En de nummer 4 Paul Dijkstra de Dobbel. Jo Dijkstra lag er eerst, dan lijken de bergen in Zaandam, maar ze zijn gelukkig allemaal goed gekomen door die afdaling. Goedwin Steven.
Glory. Nou ja, de kilometersnelheid. De vijfde serie, de tweede optreden van deze mannen. Hammer, dat klinkt ook. Dan ga je gewoon voor aan de kant voor zo'n naam. Onderka, Woon Wamprechtshammer. Zweite, Hendrik Schirmer. Onderka, Wamprechtshammer, Hendrik Schirmer. Karl Kael. Eén ronde nog. Onderka Wamprechtshammer. Zweiter, Hendrik Schirmer. Ook zo. Zie ik winnen. Wieder. Jozef Onderka, Martin Wamprechtshammer. Goed gemaakt. Zweiter, Hendrik Schirmer. Kyle Pander. Op de derde plaats.
plaatsje los neemt. Der Engelbroek, spierig herenkok, ook kampioen van Nederland geweest op de kleine crossmachine 80cc. Dan Auke Goistra, een talent en een vechter. En de 12, shooter. We gaan deel B, onze ijverige wedstrijdleider. En hij bronzen maar zetten ze te plak. Mannen van Heedrum, Borrel, Jim Groen en Erik Eiberg. Otto Piroetto, Stunto Magnifico Italiano, dat is Otto Dio. Het gaat keurig verder met Jim Groen. Erik Eibergen. Drie krijgt er acht, vier
7, 16, 6, 5, 5, 11, 4, 25, 3, 9, 2. Gaat het de vlucht? Doe het even. Marcus en Steffen Brandhover. Dan die Burgel.
Erwin Boer met die moeilijke bocht daar. En nu komt de aanval, maar hij slaat hem af. De aanval ingezet door de gebroeders Brandover. Dan die hele spannende ronde te gaan. Want Thijssen Boers en de Brandhovers misschien iets te wijd de bocht in. Oei, ja, ze houden hem. En nu naar binnen. En dan al. En de nummer 4 disqualificeert. Nummer 4 disqualificeert. Op het middenterrein. In middenveld gewezen. 4, keine punten. De 12 blijft staan. 12 draaipunten. 12 3 points. 12 draaipunten. En een vertrek. Want die Groen die gaat natuurlijk verschrikkelijk goed. Maar ook die Eibergen, ook die tweede stek. En Gerard Kok, die tracht erbij te komen. Afstammend van een halve tweeling die Wouter Deursma, een geweldig coureur, een aanwinst, zeer geconcentreerd en ook Jan van Berg en Borgen, dat belooft wat. En dan de 22. Vissen natuurlijk, met nummer 3. Deursma, Wouter. Het zijn Arjen Borger-Bleiham, vierde voor 22 van Jullie Deursma, dan de
Peter Jonker, vijfde, de drie, zesde. En dan is het in pech voor onze charming lady. En ze gaat terug naar het rennerskwartier op de machine. Die niet van haarzelf is, ik dacht van Elke Kooistra. Amuza, onze. Ja. De 500. Er komt nog een 500, zegt Erik. Kijk, dat zijn verrassende mededelingen. Oké, Erik. 34, 7 punten. 6, 6 voor Gerrit Veenstra. En Anders Jommel, derde. Tweede rit gewonnen door de 2 van Wiebe Volkema. De 3 Wouter Bron, 2. En de 4 Paul Dijkstra was derde. Nu met 6 Jochem de Vries, 12 Gerrit Veenstra, 1 Henk Jalving, 7 Andries Hoomans, 9 Paul Kola's, 91 Ben Dijkstra, 25 Harry Zwiers, 14 Sylvester Harkema en natuurlijk de 2 van Wiebe Valkema aan het vertrek. Jochem de Vries misschien. Daar zit ook nog bij de 41 van Henk Jalving, als ik het goed zie hier vandaag, vandaan. En zo gaat Andries Hoomans aan de leiding, ook kampioen van Nederland daar geweest. Tweede, Valkema. En derde, Bert de Rijkstra, de voorhouder, die bent zo goed, bij de rijden door, op die derde steen. Ai, Hoomans, pech. Hij slaat af. En nu heeft Wiebe Valkema het Rijk alleen. Op de tweede plaats Ben Dijkstra. En Andries Hoomans toch nog weer. Dan komt Volk de Vanen in beeld. En het Rijk van Hoog. Helden, Van Hoog, Walter, Van Hoog, Van Kolaar, Hedelveld, ook Harry Zwier. En Jochem de Vries schuift naar voren. En Wiebe Valkema heeft een voorsprong van importantie. Met nog één rond. Tweede stek. Andries Hoomans. Derde, de 91. De laatste bocht in, komt eruit. En we zeggen voor de 1000ste keer, hoera, Wiebe Valkema. Op de tweede stek, Andries Hoomans. Dan, nou, de 91 Ben Dijkstra, Jan de Vries, op het bakken, de 25, de 9, 41. En daar ligt één. Nick Visser, ik bedoelde. Baandienst 2, 9 punten. 7 krijgt hij. 8. 91, 7 punten. Dijkstra 6, 6. Jochem de Vries 16, 5 punten. Volker Bakker 25 krijgt er 4. Harry Zwiers 9, 3 punten. En dat is Paul Kolaas. 41-2, Wiebe Valkema en toch een beetje aangeslagen, even geblesseerd, misschien. Hoe dan ook, aan de leiding om Derka Wapenrechtshammer, Glory Dren, Matthijs de Woord en Diva Schultz. De zekerheid, de straal eraf, voor al uw zekerheid, Jozef Onderka. Oh, Glory Dren onderuit, dames en heren. Ai, ai, ai. Ze hebben 8 punten, het zou goed kunnen zijn. Hier.
voetballers, bankzitters. Oh nee, we zijn niet bij het voetballen. Geen wissels? Nee, zegt Ali Wissering. Keine reserve. Ja, maar mooi. Jozef van Berga en Martin van Brechthammer, die geweldige Onderka die ook vaak in de krant tegenkomt, leidt hier de dans voor de nummer 17 van Schulting, die de puntjes nog even wat op kan voeren. Heeft verloren, grandioos voorop, Jozef Onderka en Martin van Brechthammer, grootartig, zweiter, lieve Jozef en van Dijssel, allemaal. Met die allemaal. Daarvoor neem je je petje natuurlijk heel diep af. Nog één ronde en ze moeten nog peentjes zweten. Rick Diephuis en Arlette Jilsing. Maar ze kunnen het. Ze gaan voor die tweede plek. Voor de twee punten die zo belangrijk zijn. Rick Diephuis met de beeldkronen. Arlette Jilsing. De Van Brechthammer combinatie, oftewel Jozef Onderka. En Martin van Brechthammer gewinnen weer grossartig, viermaal gewonnen. En tweede, jawel, Rick Diephuis, Arlette Jilsing. Grandioos gedaan, Henk Matthijssen en Hessel Auwema. Drie punten, wie is? Twee dus, één puntje nog maar verspeeld. De Europese kampioenen Thomas Koenert en Herman Bacher. Ze hebben evenveel punten als Glory Drent. Ja, als ze geen punten halen, dan staan ze samen nog gelijk. Maar anders komen ze op de tweede plaats in de tussenstand. Maar die is niet meer belangrijk voor de punten dus. Alleen nog, laten ze eerst maar even staan. De dans. Koenert, Bagger, de Europese titelhouders. De Elf, Michel Siebert. Kijk, de derde plaats. Halen ze één puntje, komen ze mee om vier. Zo op de B-finale hangen ze dan. En achteraan, en dat doen ze vandaag. Eén ronde nog bij Hein Bronsema voor Thomas Koenen, doet Herman Bacher, Zweiter, Michel Siebert. Winnen, Wieder, Koenenbacher, Zweiter, Oswald, Michel, Mario Siebert. 3 punten, 3 points, 2-3 punten. 11, 2 points, 11, 2 punten, 11, 2 punten. Dan krijgen we de 5. Van Lester Goten en Andrew Stevens. En die hebben 4 punten. Hier zitten nog 2 kandidaten bij. En misschien ook nog zelfs, als je een 4-punter bent, de A-finale. Als je de 4 hebt en je haalt er 3 bij, dan zit je op 7. Kortom, het is nog niet beslist.
Dat is vooral spannend voor de nummer 10, die nu nog vierde staat, Hedry Schirmer. En die komt nu ook aan het vertrek en die heeft het dus in eigen hand. Thank you.
van Emiel Groen in de duel met Hofstee op die vierde snack. Op de audio, plat op de machine. En dan... laatste serie senioren voordat de finale wordt ingericht. Een prachtige coureur, Otto de Jong, spectaculaire reactie. One left to go van Mr. Otto de Jong, een van de smaakmakers hier vandaag op de tweede plek. Jim Proof. Grandioos coureur, op het juiste moment zijn medevluchten sparend. Otto de Jong, tweede de zes Emiel Groen, derde Jim Groen, vierde Hofstee, vijfde Dirksma en zesde de 18 van Isaac Jacob Mulder. Tien dames en heren, een dame waar we bijzonder veel bewondering voor hebben. En dan de 14 van Dirk-Jan Tjulker uit Menalwum, een zeer goede bakker op de special. De nummer 3 is Bram Visser uit de Westerrijn. En de 34 natuurlijk, de man wiens vader wij nog in de klas hebben gehad, zijn oom ook. En dat waren al mooie tijden. En dan hebben we het over Wouter Duursma uit De Wild. Langs laat, dan zou hij net een puntje tekort komen, want dan eindigt het gelijk en beslist de laatste match. Offenberg leidt, de gele trui is op de schouders van Wouter Duursma en is op de deel. En daar gaat onderdoor Bram Visser uit de Westerrijn. Aan de leiding de grote Geoffrey Offenberg, ook een talent. Met Wouter Duursma in de gele trui op die tweede plaats. Derde Arjen Borger. Laatste ronde alweer. Offenberg. Duursma moet gewoon de kopje erbij houden. Hij moet niet gaan liggen natuurlijk. Want Nienke rijdt toch door. Dus Thank you.
het weer ook, we gaan weg. Drie groenen. Hoste. Nijbergen natuurlijk, tweede stek, de finale special senioren, aangevoerd door Mike Groen, tweede Nijbergen. In deze finale, twee ronden nog als ik het goed zie te gaan, voor Mike Groen en Nijbergen en Jim Groen, alle drie op één. Mike Groen, de tweede stek, Erik Eibergen, die een heel goed seizoen draait, op de derde plaats. En vandaag een grote prestatie weer. Hij gaat hem winnen. Het is onze Mike Groen met de wiel in tweede, Erik Eibergen. Derde Jim Groen, vierde Emiel Groen, vijfde, net die kok voor de knokker, Marcel. Marcel. 23 Jodijk, dames en heren, en aan de leiding Henk Kelvin uit de Kielen. Met Paul Kola, die heeft de Volkema. Dan de 14 van Sylvester Harkema en onze Jojo Dijkstra op de Suzuki. Jetsen Valkema. Gered door heren Suur. Harkema. Jetsen gaat er weer. Kijk zo mooi. Hij gaat hetzelfde klasbriekje omheen als het er nog staat. En vervolgt zijn weg. 30 jaar ervaring. Daar is hij. Jetsen Valkema. Daar is de kopman. Het is Paul Kola's. Op de tweede plaats in Kelvin. Op de derde plaats Jojo Dijkstra. En dan is er weer een. Sylvester, dat is hetzelfde plekje. Dat is Harkema. Dat is het dorp Harkema. Daar ligt Sylvester. Nou. Zegt een geweldige Sylvester Veen altijd. De kopman, Paul Kola's. De tweede, Henk Kelvin. Prachtkerel, die is er nog even op de derde plaats, de 23, en op de derde plaats, de 24, en op de derde plaats, de 23, en op de derde plaats, de 24, 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 en op de derde plaats, Jojo Dijkstra uit de Wild. En dan wachten we nog even op Valkema die Kola's gewoon meeneemt. En zo de 7 Andries Hovand, de 91 Ben Dijkstra, dat wordt een mooie hoor. 4 Paul Dijkstra, 16 Volker Bakker, 6 Jochem de Vries, 12 Gerrit Veenstra, de 5 René van der Wallen en de 25 van Harry Zwier. Hier staat een heel gezelschap kampioenen, aanstaande kampioenen in de finale van de 500 senioren. En inter, dames en heren, veel show nog, veel kijkgenot gewenst. Gerrit Veenstra erbij, René van der Wallen, Volker Bakker, ja wie niet. En u hoorde daar een mooi geluid. De twee Wiebe Valkema, wat is dat een slimme coureur. Hij leidt voor Paul Dijkstra en op de derde plaats. Wat is de goede heer, dan is Thomas van Overbroek, uit Bakkeveen. Vijfde ook Bakkeveen, Gerrit Veenstra en vierde Gorre Dijk.
Andries Homans, der Wispel moet ik zeggen. Ja, Valkema, Paul Dijkstra, derde, Paul de Bron, Dan Homans, Dijkstra, Jansen. Maar, hij ligt daar wel. Ja. Jongens, jongens, dat kan niet. Net op tijd. Oei, oei, oei. En die jongens die zweten, het is niet te geloven. Warm.
De bloemende felicitaties. Vorig jaar hadden we 1, 2 en 3 groene hier. Er stond ook Emiel erbij. Vandaag is die een vierde geworden. De felicitaties nog voor Jim Groen. En dames en heren, geef u eens een applaus. Mike Groen, Erik Nijbergen en Jim Groen. En de bloemen. Ook door Miss MCL 2000. Marloes, die houdt van skiën. Die werkt in een sportwinkel, maar studeert ook nog. Ze is nog vrijgezel, mannen, dus wie weet. En ook voor Arjan Borges. Arjan is nog vrijgezel, hoor. Geef dus een applaus, dames en heren. Wouter Duursma, Joffrey Offenbergen, Arjan Borges. Goed, we staan even bij drie mannen die volgende week alle drie in Eenderm aan de start zijn bij de derde trofee. Jim, je werd deze week gebeld en je kreeg een mededeling. Jij mag trofee rijden. Hoe voelt dat? Geweldig. In Stadskanaal kon ik niet goed uit de voeten komen in verband met de blessure die ik daar had. Please come for C-final 4-9-13-3, B-final 12-5-11-7, und das A-final 8-2-1-10. Namens Slager en Bossema, de hoogte van de kippen in de handen. Goed zo, dames en heren, drie kanshebbers, wat zeg ik, drie krasbakken in Nederland. Die komen nu bij u langs met muziek van onze muziekman. Op de flank van en
gezin en we komen uit Annen. Henk Matthijssen en Hessel Auwema achter Hopkins Langford. Ja, ja, met de Winneken. Dat is mooi hier vandaag op dit EK in Laterop. Het karakter van Henk Matthijssen en Auwema aan het wiel van Hopkins Langford. Laatste ronde. Het is nog niet beslist. Oh nee. Een ouderwetse knal van Henk Matthijssen. Want er komt hij weer, Henk Matthijssen. Pas als de wedstrijd afgevlacht is, houdt hij op. Henk Matthijssen, moeder Matthijssen, durft niet meer te kijken. En de wind staat naar Hopkins Langford. En een geweldig applaus naar Henk Matthijssen en Hessel Auwema. Vandaag in het EK is geworden Eddie Hopkins en Gordon Langford uit Engeland. Tiende geworden, de 13 van Henk Matthijssen en Hessel Auwema uit Nederland. Elfde, de 3 Karel Keil, Reiner Valder, Duitsland. En ze hadden meer gekund zonder pech. Matthijssen Boers voorop. Op de tweede plaats, Goedwin Steven. En Matthijssen met Erwin Boers. Grandioos voorop hier in deze B-finale. Jawel. En op de tweede plaats, Goedwin Steven. Matthijssen Boers, strak sturen, Europees top. Dan Ruben Stevens. Voor William Matthijssen en Erwin Boers, de bocht. Het rechte stuk. Oké. William Matthijssen, Erwin Boers. Tweede wordt Ruben. En vierde in deze B-finale, Diephuis Julsing. Kleine baandienst voor de grote finale, dames en heren. Kleine baandienst nog voor de grote finale. Vijfde geworden in deze B-finale, in deze totaalstand, de 12, William Matthijssen door winst in de B-finale. Zesde, de 5, Steve Kensington en Andy Robertson. Zevende, de 11. En dat is Oswald Bischoff Mario Siebert in totaal. En achtste, de 7, Diephuis Julsing. Zwölfde, heute, die 4. Tweede stek. Dan de 2 Europese kampioenen 1999. Thomas Koenert, Herman Bacher. En natuurlijk onze Marco Glory met de nummer 1 en Harry Drent. Dames en heren, bijzonder veel kijkgenot gewenst bij de belangrijkste start van vandaag. Samen.
Dan Glory Drenthe. En in de buitenbocht nog een echte finale. Onderka Wambrug samen Glory Drenthe. En de twee van Goede Bakker. De regerende kampioenen nog Koenen Bakker, derde Glory Drenthe en vierde Henry Schirmer. Daar zijn ze weer, de 8 van Derka, de 2 van Koenen, de 1 van Glory. En het lijkt toch wat in het begin al zo leek, dat hier Jozef van Derka bijzonder hoge ogen zal gaan gooien. Met nog één ronde te gaan met Wambrugshammer in de bak, is de aanval van Koen het weg erin gezet. Voor iedereen derde. En ze moeten nog hard op de derde. Wambrugshammer houden ze het. En een aanval nog één keer van Koen het Becher. Koen het Becher in de aanval. Maar het wordt op derde. Wambrugshammer Grozaard niet gemaakt, mijn heren. Grozaard. Martin van Brechhammer, Europese meester, gratuleren! 8-2-1-10, Europese meester Jozef van Derka, Martin van Brechhammer, Zweiter, Itzwo, Thomas Koenen, Herman Becher, Rieter, goed gedaan hoor, derde Marco Gloria Rietrent. En vierde de team van Kai Heidrich, Peter Schirmer. We geven het woord aan Cor Weersma. Mannen, gefeliciteerd. Van de nieuwe Europees kampioen in het jaar 2000. Het is geworden Sepp van Derka en Martin van Brechhammer. Plaats 2, Tommy Kundert en Herman Bacher. En natuurlijk voor ons op de derde plaats, Marco Glory en Harry Drent. Snel hè, weer één. Plaats 5, Tommy Kundert en Harry. En plaats 5,
Wat er nu gebeurt, weet ik niet precies, maar
Tommy Koemer is niet voor niks op de deur gesteld. Ik zag al dat hij behoorlijk in het schot zat. Dus hij moest echt van staan wel, maar dan had hij overschot. Welkom hier bij de persconferentie. Ik ben Wolf, over is de persconferentie bij NOW. Ja jongens, dat is wel niet zo erg. Maar de koers. Maar dan NOW. Mijn koers bij het zit daar. Als ik eerst de koers bezit. Een beetje handig voor ons, maar hier was het. Ja, dat is daarom is de vraag waar mijn kerk kunnen wel altijd echt koelen, maar sinds in de dag. Dat we toen niet zo te veel hadden. Ik vond het zo gewoon in. Gewoon afgekomen, gewoon thuis en anders opgekomen. Als het om niet gezegd hebt, nee. Dit is nu voor ik. Ja. Ja, we hebben ons gestuurd, wat ik gezien heb. Wie? Ja. Wat hebben we toen, Tommy? Ja, goed. We zijn schon viele Rennen miteinander gefahren. Wir waren bis jetzt eigentlich fast immer fair. Und Sepp sagt zwar, er hat mich nicht gesehen. Ich bin anderer Meinung. Gut, es kann sein, kann aber auch nicht sein. Und mit dem Ergebnis bin ich heute auf jeden Fall, also wir zumindest mal, absolut nicht zufrieden, weil das hätte wahrscheinlich ganz anders ausgehen können. Und gut. Kann man nichts machen. Wenn man keine Luft zum Leben hat, dann ist es halt schlimm.
nochmal. Und auch die Fahrer sind wieder mitfahren, oder? Ja, ich meine, da bleibt den meisten Fahrer ja nichts anderes übrig. Bis Winter. Und wahrscheinlich schon. Maar we zijn al verwacht naar Zwitserland met Tandwielen. En we moesten wielen van
moest worden. En toen hadden we alles wel klaar om op een of andere manier de ketting in te krijgen. Dus we hadden gedacht dat hij straks, hij stond dus de voet op de niet. Hij kan natuurlijk dat hij boven op de rol heeft, maar dat moet niet. Het ging weer de hek op de weg. En dan pak ik een vrouw in de trap. Ja, dat is jammer. Dat heeft voor ons geen consequenties geweest. Hij heeft ook geen handen. Hetzelfde was hij allemaal in de finale. Dus, maar ja, dat gebeurde. Ik kreeg die expressie verkeerd. Bert verrassen er ook niet meer. Nee, maar goed. Kijk, dan kom je op een verhaal. Ik wist op dat moment dat ik niet meer deel mocht nemen. Er staan 30 mannen die zeggen, ja, je mag wel deel. Ik denk, nou probeer maar. Dus ik werd daar gewoon. Ik denk, ja, het mag niet. Dan moet je geen protest in. Dat moet gewoon maken dat het recht komt. Want het werd heel slecht gedaan. Dus, nee, dat was terecht. Maar dat wist ik eigenlijk. Op het moment dat ze, op het moment dat ze een reserverijder inbrengen, weet je dat je eruit bent. Dan staan de 40 man die zeggen, ja, nee, dat was anders, jij mag ook nog. Nee, dan ben ik nog, nou, maar aan het schrijven, denk ik, nou, ik weet wat, ik rijd er gewoon mee. Ja, ik ben gewoon weer teruggestuurd. En dan ziet Bert al op naar je toe, dan denk ik, dan kan ook veel goed tegen. Als Bert had gehad ook. Nee, maar dat was terecht. Probleem met je voeten aan of niet? Ik heb geen last. Ik denk dat Floyd nog meer last heeft dan ik. Oh, dat is voor jou. Oh, ja, nee, ik heb er niet geen last van. Dat had ik ook niet maar aan het doen. Dus zelf is leven. Na het midden van de week ben ik er toch niks. Maar hij is stil met de ik wil toch hierbij ook de organisatie pluim geven. Als je ziet wat de eerste half in kaart waren, ze hebben veel van geleerd. De baan was toch, ja, ik vond hem heel goed. Hij was beter dan andere jaren en natuurlijk kon me graag nemen. Natuurlijk is het geen baan die als enige, maar als je ziet wat ze er vandaag mee gedaan hebben, ze hebben een losse grond te vegen. Als je ziet dat ze de baan niet zodanig, ja, ik heb heel veel gedaan en dan hebben ze gewoon het beste eruit gehaald wat er uit de was. En ik krijg geen schande zeer met slechte baan. De serie was toch al wel geen schande, dat was de baan. Maar het is geen helft. Van Drijmans kunnen ze ook weer een beetje naar voren. Ik vraag nu met de Bendy aanvormen, waarom moet dit zo lang duren? Waarom gaan we ergens aan? De baan geeft eruit. Ja, maar ik heb een paar keer gevallen en er was nog 10 minuten pauze en dan begon ze nog. Zodra de rijden. Ik denk dat je het verkeerd ziet. Als je ziet, je bent dat serie afgelopen en van de direct in de rekening van de dat weet iedereen nog niet, is de baan. Op het moment dat gaat lopen, dan heeft het een bepaalde tijd. Nou, als je dan een paar ongevallen krijgt, kijk, het geval dat ik val, is gewoon 10 minuten. 10 minuten, 10 minuten is weg. Maar ja, zo zijn er toch vrij kleine dingen gebeurd en dan is het toch... Oh, ik denk dat er een paar afbreuken geweest zijn die toch iedere keer kwartier... Staat 500 de baan. Ja, maar een grote kwartier is niks, dus een uur is ook niks. En de baan die zijn gewoon hun tijd genomen om het goed te doen. En dan, ja, dat is de keuze. Dan heb ik wel lang, maar ja, toch, voor de rijders was dit waren we weer niet eens zo erg dat het te lang geduurd heeft. Want je had altijd met zijn gewoon een verhaling gekomen, je had even tijd om die motor weer goed te laten maken. Dus eigenlijk was dat nog niet... Wij worden van sproei, dan weet wij dat er een sleep achter komt. Dan denk ik, goed, dit is lekker. Dus ja, voor het publiek is het misschien iets te lang, maar voor de rijders was het met de eerste 10 minuten. Nou, dan kan zo'n organisatie ook nog verder onder de bier omzetten als dan. Ja, maar ja, goed. Je kunt de beste rijden als je minder staat, dan heb je er 10 uur afwerken. Alleen, je kunt hier in een ik bedoel, later op de straat uit Frosses. En dan kun je allemaal zeggen, je hoorde niet thuis, maar we zijn nog vroeger groot mee. De eerste vraag weer met Frosses. En dan kunnen we zeggen dat we dat allemaal niet meer leuk vinden. Maar ik ben er ook mee begonnen. Dus je hebt die klassen wel nodig. Ook omdat er zijn een boel mensen voor ons, maar er zijn ook nog een boel mensen voor de Frosses. Dat is praktisch. En dan krijg je meer staats. En meer staatstijd, meer geld, meer tijd. Normaal is dat nog mee, hè? Ja. Oké. Okay. 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 Ik heb voortaan mee. Ik heb voortaan mee. Ik heb voortaan mee. Ik heb voortaan mee. Ik heb voortaan mee.